Jo, Mäse. Hallo! And welcome to another show! No, komm mal Handy. Ja, geht het goed? Ja. Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Pascal, Pascal Lieber Metaaldetectie. Ja. We staan weer bij een akker. Met een papegaai. Ja. Ik ben hier de laatste keer met Alwin geweest. Dat is ongeveer 3 weken geleden, denk ik. Video die staat ook wel op. Ook 3 video's terug, denk ik. En Alwin had een hele dikke gulden hier gevonden. Alleen het stukje waar hij de gulden heeft gevonden, dat is bewerkt. Dus daar kunnen we niet op. Daar kunnen we niet op. Maar net 10 meter deze kant op mogen we nog wel op. Dus dit zal denk ik de laatste video worden voorlopig. Ja, met... Totdat met wij weer een nieuw stukje akker hebben. Wat onbewerkt is. Maar ja. Of we moeten iets van het grasveld kunnen vinden. Maar ja, je hebt in mei komt daar. In mei leggen alle vogels een ei. Ja, daar kun je ook weer nergens op. Kunnen we ook nergens op. Dus ja, dat wordt ook niks. Dus dan worden weer bos, recreatie, trapvelden. Ja. Ja, inderdaad. En we vorige week ook al gezegd. Maar goed, we gaan even kijken. En, ik heb vorige keer wel best veel muntjes hier gehad. Dus ik verwacht heel veel kale muntjes. Dus we gaan het zien. We hebben ongeveer 2 uurtjes de tijd. Zoiets. En ja, we gaan even kijken of we het wel leuk zouden kunnen halen. Dus wil jij nog wat toevoegen, Pascal? Nee, ik wil helemaal niks toevoegen. Nou, mooi. Gaan we door. Vorige video hadden we de parkside getest. Ligt nog achter in de auto. Nou, die hebben we hier nog liggen in een doosje. Maar goed, dat is dan ook de backup. Ja. Dus ja, mocht die van Pascal leeg zijn of wat dan ook, hoeft hij niet ouderwets te zoeken, dan kan hij nog met deze. Dan pak ik gewoon die batterij die erin zit. Oh, dat kan ook, ja. Ja, die was ik een paar weken geleden de batterij vergeten. Ja, die lag in de auto en de batterij in de pinpoint was leeg. Maar ja. Moest je even oldschool. Even oldschool met handje voor de spoel langs. Maar dat werkt ook. Dus ja. Nou, mensen, veel kijkplezier. En tot bij het eerste Fonzie. Yes. Ja, boys and girls, Pascal Lieber in the house. Yo, Nou, meester Vondje, een zegelloodje. Zo, ik trap gelijk af met een live dik. Even kijken, ik zal even de detector erbij pakken. En de 50 range. Het geluid komt redelijk netjes binnen. Zo. Ik weet niet of het er al uit is. Ik zat altijd mijn schep net al te dichtbij en dan zie ik hem met de detector. Volgens mij is het een pistoletje. In ieder geval rond. Lijkt erop. Ik denk een pistoletje. Beetje vervormd. En daar gaan we weer. Willemsentje. Nou, die zijn allemaal kaal. 2 video's terug, of 3 video's terug, denk ik. Heb ik ook allemaal van deze gevonden. Een stuk of 8 of zo, 9. Ik weet het niet meer. Of 12, nee, 12 dacht ik zelfs. Maar die waren allemaal kaal, dus ik zal niet alles op de video zetten. Maar goed, ik vind ze wel. Yo, ik had hier een 33. Ik heb het. Ik weet niet wat het is. Troepje. Yo. Ja.
dan liggen? Hier. Die wat omhoog. Een stuk lot. Nou, we hebben hier een 62. Ik heb hem nogal uit. Redelijk mooi signaaltje. Ik verwacht eigenlijk weer een Willemsentje. Maar dat weten we nooit. Nee, het is wat anders. Het is een broodzakknipje. Even kijken, waar komt deze vandaan? CLO-controle. Zet erop. Bouwbank Meppel. Meppel. Misschien zien jullie het liggen, maar misschien ook niet. Ik geef jullie nog 5 seconden. Jezo. Kijk, dan ligt gewoon bovenop. Dat is wel leuk, want als je goed hoort, ik weet niet of het kunnen horen, dan hoor je dubbele piep. Dan hoor je heel snel nog maar tuut. Ja, tuut. Oh, daar ging mijn detector bijna. Dus ja, dat is wel grappig. Kijk, ligt gewoon bovenop. Ik ga ervan uit dat het een halve Willemscent is. Of een halve Leeuwencent, dat kan ook. Ongeveer dezelfde grootte. Maar toch weer een muntje bovenop. Ik had hier weer een hoge 40. Ja. Gordijnring. Eventjes aan het graven, maar nee ook wat. Nou, ik dacht dat het een muntje was, maar het is een stuk van een kogelhuls. Ja, toch vet. Wat heb jij? Het ding met gaatjes. Het ding met gaatjes, nee. Ik heb hem eerder gezien, maar ik weet niet meer wat het is. Een stukje van de kop, nee, een heel groot kop op de zand. Weet jij het? Nee. Ik ook niet. Nou, als jullie het weten, laat het even weten. Ja. Zo, ik ga eventjes een live dik doen met de camera. Hebba. Kijken of het eruit is. Het lijkt er wel al uit. Dus pakken we weer even de pointer. Een afdekklepje of zo ergens van. Niet echt bijzonder, denk ik. Ergens een klepje wat ergens op heb gezeten. Nou, hier de scharen. Hier het gat. En dit is de vons. Ik heb nog niet verder schoongemaakt, want het viel me op dat ik ineens een gulden had. Maar lekker klein voor een gulden. Dus ik ben benieuwd. Voelt wel licht aan, dus ik verwacht geen zilver. Een halve gulden. Dan is het wel zilver, denk ik. Nee. Ik heb nog geen halve gulden. Hij is een beetje krom hier aan de onderkant. Maar dat maakt niet uit. Ik moet een bouwjaar weten nu.
18 nog wat hier bovenaan. 18, 19 of zo. Oh, jawel, jawel, jawel. Dit is zilver, jongens. Dit is zilver. Dat had ik fucking niet verwacht, echt niet. Echt niet verwacht. Willem de Tweede, net zoals Alwin. Alleen dat is een halve. Ik heb nog geen halve gulden, jongens. Yeah! Dikke klapper. Ik ga Pascal dus een blij maken. Zo, Pascal doet het altijd bij mij. Nou doen wij het bij Pascal. Ik zal een stukje lopen, jongens. Ik zal er even een muziekje onder plakken. Oh nee, Pascal die edit deze. Wordt geen muziek, jongens. Ik heb hem nog niet, ik heb hem nog niet in ieder geval. Dit wordt de eerste keer dat ik hem heb. Oeh, een halve. Vet. Jammer van de kwaliteit, maar hij is wel dik. Ja, hij is een beetje misvormd. Een beetje, hij voelt ook heel droog aan of zo. Ja. Hij is niet echt zilver of zo. Lijkt meer aluminium, maar. Ja. Maar wel gewicht. Maar volgens mij moet dat wel zilver zijn, of in ieder geval gemengd met iets. Hij is wel dik. Vet, hè? Lekker, man. Mooi. Hoppatee. Toch zilver. Ja, ik denk het. Ik denk wel dat hij zilver is. Hij is wel zilver, maar ik denk dat hij heel erg vermengd is met een ander metaal of zo. Zullen we hem loeren? Die is er wel bovenop 18 nog wat, maar hij is wel een beetje vergaan. Maar het is wel een halve guld. Maar ik ben er super blij mee, want ik heb hem nog niet. Ja, dat is mooi, mooi. Heb je wat gevonden, Pascalletje? Ja. Mooi jongens, kijken jullie nog maar even. Pascal die is nog eenmaal zoek. Ja, dat is wel zilver. Wat een paard. Ja, wel slecht. Die komt uit wat? 48. 1848. Nederlands, wat heb je raar laten typen? Nederlands, zilver en halve gulden, koning Willem II, tussen 1846. Oké, nou dan moet dat wel. Vet jongens, ik ga hem thuis nog even schoonmaken. Dan hoop ik dat hij erin komt. Ja, hoe heet het? Mooi, ik ben er blij mee. De munt die komen gewoon slecht uit een rondje. Ja, jammer, die van Alwin had precies dezelfde, maar dan nog gulden. Dat is wel vet. Vet, hè? Nice. Lekker, man. Yes. Ik had hier weer een 36. Nou, als het goed is hij eruit. Als het goed is. Ik weet niet wat het is. Nou, een rendieralarmuntje. En ik heb ook een muntje. Ik ben een centje kaal. Dus gaan we snel verder. Zo. Altijd. Ah. Nou, is er wel luxe. En het is een beetje. Een beetje schoonpoetsen. Maar... Nee, ik weer een Willemsend. Zo, ik heb hier ook weer een mooi signaaltje. Dat is net zo'n mooie halve gulden. Te kijken. Even het schepje iets verder wegzetten. Zo.
plekje. Jammer. Ik vind zegeloodjes niet altijd wat, maar deze. Echt heel mooi strak. Kom gewoon zo weer de grond weg. Zo. En er is er weer eentje. Nou ja. Ik weet het niet. En de bolling of nou een munt of een dingetje was. Maar waar was het een Willemsentje? Ik zie hier een W. Dat is wel gaar. Ik denk dat ik weer een Belgische Leopold heb. Aan die achterkant te zien. Kijken. Vet. Nou, die gulden was ik even stil van. Dat is een mooi ding. Ik hoop dat ik hem mooi heb kunnen poetsen en dat ik hem ondertussen lekker thuis heb liggen. Ik heb hier een ander signaaltje nog. Ook best wel hoog. Kijk daar zo. Dus we gaan maar even samen graven. En best wel een hoog signaaltje ook, dus misschien dat hier ook wat ligt. Ik denk sowieso een muntje. Nou, het is er al uit. Dan zou het hier ergens moeten liggen. Of niet? Ah, hier. Kijk eens jongens. Een 62. Het is weer een Willemsent. Ja, Willemsentje. Ik heb ook weer een muntje. Een Leeuwencentje. Kijk. 1879. Nou, Pascal is naar China aan het graven. Ja. Wat hij gevonden in China. Chinese haap, hè? Mooi jongen. Troep. Mooi, mooi, mooi. En mooi dan. Troep, troep, troep. Nog wat anders moois? Muntjes. En verder niks. Ja, want we zijn alweer dicht bij de auto. Verder auto. Ja, precies. Dus misschien vinden we nog wat, misschien niet. Ja. En dan zie je alle munten van Pascal zo meteen. Nou, daar ben we. Bij de auto. Ja, dat was het weer. Voor de auto. We zijn weer dikke 2 uur gelopen. Ja. Jawel. Dus het is wel weer een mooi dagje vandaag. Ja, zeker een mooi dag. Zonnetje schijnt ook nog. Dus, de lucht is blauw. De lucht is blauw. Teletubbies, kom maar gauw. Kom maar goed. Nou, toch weer wat muntjes. Ik heb niet alles gefilmd, want ik dacht, ja, het zijn allemaal kale munten. Ja, het is wel mooi. Iets meer is mij. Ja, dit is Show My Collection natuurlijk. Dit is super vet. Ja. En die kan nog een mooie kop erop. Ik ga hem thuis nog even een beetje poetsen. Willem 2. En dan hoop ik dat hij er iets mooier uitkomt. Want deze kan ik wel poetsen. Als er echt nog een mooi glimmend laagje op zat en er zat nog wat patina op en zo. Patina. Ja, dan had ik hem niet gepoetst. Maar ik denk wel dat ik deze ga poetsen. Dat hij misschien iets leesbaarder wordt. Nou, verder allemaal kale muntjes. Ik denk allemaal Willempies. Halve centen. Hier wat Willempies. Ik wist niet zeker. Ja, er is ook een Willempie, zet een beetje op. En twee loodjes, zegelloodjes. Zit er? Eén zegelloodje en één knijploodje. Ja, dat weet ik niet. Lekker op een hangertje of iets. Ik heb niet gefilmd. Ik wist niet wat het was. Ik ook niet. Een vreemd ding. Nou ja, dat zijn mijn munten. Maar ik had een heel mooi zegelloodje. Ik heb ook al gefilmd. Dat ben je uit. Ook wel heel mooi. En kale munten. En één. Wat is ook weer? Een Belgische 2 cent. Een leopard. Een leopard, ja. Hé joh, ik wist het niet meer. Leopold. Leopold. Leopard is een tank. Bijna hetzelfde. Ja, bijna. Bijna. Ja, wij gaan weer op huis aan. Ja, we gaan weer op huis aan. Leuk dat jullie weer hebben gekeken. Kut touwtje. En we hopen jullie volgende keer weer te zien. We denken zelf dat we de akkers niet meer op kunnen omdat die allemaal ingezaaid zijn. Nee. Dat hebben we een paar keer benoemd, ook in de vorige video. En misschien als je nog een pinpointer nodig hebt, kijk dan even bij detectoranders.nl. Ja. Want waarschijnlijk heeft hij de code nog actief staan. Ik weet het niet zeker. Maar de code daarvoor is Pascaliber 5.
Laat ik weer even onderin. Dus 5% korting op je aankoop. Dus heb je een pinpoint van 100 euro, dan heb je de verzendkosten gratis. Hey. Dat is weer lekker meegenomen. Stop je toch weer in je zak. Ja, die zitten waarschijnlijk dan niet op, denk ik, als je 100 euro. Nee. Ik heb geen idee of het alleen dat de pinpoint is of dat het 5% al geheel is. Maar dat zullen we even moeten checken. Dat weet ik niet. Dus ja, mensen, succes met de kortingscode intypen. En wij gaan weer lekker nieuws toe. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video en later. Bye bye. Jawel.